Hallo kijkers van Player Gentlemen's. Vandaag doen we weer een Just Playing part 9, sorry. Part 9. En we gaan gewoon weer spelen zoals gewoonlijk. Twee abonnees zitten erin, Tendomen en MinionNL. Die zijn eigenlijk vrij nieuwe abonnees, dus nou ja. Visje. Als jullie ook nog gasten weten die dan op ons kanaal kunnen abonneren, dat zou leuk zijn. Want we moeten er nog maar een paar en waarom komt die pijl achter mij? Dan hebben we de 100. Ja, nog 10 en dan hebben we de 100. Oh, fuck die shit. Ik bedoel, sorry mensen. Fuck die shit niet. Oké? Okay? Ja, is goed. Goed hè? Ja. Mooie taalgebruik. Ja, dit is een betere taalgebruik. Voor de kleintjes. Tenderman in je rug, zag ik net. En gaat hij dood? Nee, hij gaat niet dood. Hij heeft me gekild. Woep woep. Dat was geen backstep. Dat was geen pak. Oh shit. Nee. Dat was geen backstep. Dat was gewoon geen backstep. Ik zat. Waarom een cloaktik? Ik wou net. Oh, dat ging echt helemaal fout. Nou, dan gaan we kijken hoe Tendomen het gaat doen. Met zijn MVM Rocket Launcher. Dat noem je botkill, Patrick? Nee, maar er zit MVM omdat de robot destroyed op zit. Zo. Ah, oké. Okay. Gaat Rick kills maken? Nee. Bedankt dat je zoveel zelfvertrouwen in mij hebt. Ik bedoel, wat een prutjump, hè? Patrick, lekkere killsteal dan. Hé, dat was een killsteal. Jij moet gewoon even raak schieten. En Rick, kill hem. Hij is niet dood. Ja, dat weet ik. Oh ja, hij bumpt tegen mij aan. Yo, soldier, kom. Ik heb een kill, twee kills, en nu staat er een teleporter daar. Auw! Ik ben nog in mijn face oh boy, yo, die sniper zag ze. Serieus, als we opnemen zijn we een stuk slechter, wat Patrick altijd zegt. Ja. Kijk die medic dan, die is echt gewoon de leegste medic die ik ooit heb gezien. Alsof hij een condoom op zijn hoofd heeft. En dan heet hij letterlijk de Man of Reason. Met zo'n hoofd kan je toch niet de Man of Reason zijn. Ja, en dan nog zo'n bandana die er echt helemaal niet bij past. En die hier nog eens gepaint is ook leuk dan. Ik ga de gast killen met de intel. Wat dan? Jongen! Blijf je stilstaan! Echt, waarom lopen mensen weg als ik op ze schiet? Dat slaat er nergens op. Als het nou even iets makkelijker maken. Airshot! Bijna. Dat is een beestjump, cool. Ja, maar beestjumpers zijn zo onvoorspelbaar. Hij is bijna dood. Ja. Ja, en nu is hij weg. Dat weet ik! Jij hebt het verneukt. Oh, daar staat een minicentrum in. Ja, ik ben een spy, ik doe dat niet. Dat is niet mijn ding. Komt er echt nog iemand uit ons team helpen, of is het echt de enige? Oh shit, dat is fucking flauw. Dat is echt, het is zo zelfs slim. Wat, ben je dood? Nou, nep, want ik ging in de teleporter, gedisguised, en dan is er van, oké, dan nemen ze je meestal niet echt door. Ging die teleporter op de enemy intelligence, waardoor je disguise weggaat, en ja. Dan dus dat je de intel pakt? Ja. Zo, dat doet hij slim. En toen had ik gelukkig een deathwinger. Ja. Jongen, hou eens op met op me schieten, ik heb er echt de pest aan. Hij is dood, maar ja, wat... Honger, opgesodemieten met je kutpistool! Ik schiet twee rockets op twee scouts en ze zijn alle twee net niet dood. Ja, kill ze, Patrick. Schiet ze dood. Schiet ze... Goed zo, Patrick. Oh, kijk, die liep ergens te spaar. Invisible headshot. Is dat hier rug? Hij heeft een headshot. Hier, medic. Geef haar heals. Lelijkste medic in het... Oké. Okay. We doen maar voor de condoom medic, oké? Is goed. Oké, nu ga ik weer eens even een paar kills maken, want ik ga nog niet zo heel lekker in zo. Nee. Laat die center in er nou nog? Ja, dat weet ik niet. Oké, dan heb ik een kill. Ja, ik heb de meer. Oh, Rick, ik zap hem, jij schiet erop, ja? Oké, dit wordt echt teamwork. Oh, daar staat een sniper, die headshot. Oké, nu, ja, ja, kom er bij zijn gast uit de spawn. Wat is dit? Oh, thank you, heavy. Oké, alles is kapot. Ah nee, ze hebben één zapper er al gehaald.
Maar van wat is de vraag? Oh, hij is chagrijnig, jongen. Ah, hem is dood. Oh, medic. Oh, dank je, medic. Dank je. Je stond ook op het dak. Ik had echt 2 health of zo. Mooie stab, gozer. Jij hoorde dat niet. Goed zo. Serieus, ga ik naar de cyber... Ga ik er naartoe en dan wordt hij gebackstabbed. Wie? Ja, dat was ik. Ik backstabbed hem. Ja, maar echt een klootzak. Ja, maar hij had heeft zo'n mooi ezel achtergehoofd. Wat is dit? Kangaroo. Het is één van... Ik denk niet dat het een kangaroo is, Patrick. Niet? Volgens mij wel. Ja, echt wel. Dat is wel kangaroo. Ik ga wel lekker hier zo. Nu eindelijk. Van een keer. Deze echt. Bedankt, Demo, dat je de helft even voor mijn neus wegpakt. Ja, bedankt. Sniper. Loop nu nog maar door ook. Ja, loop maar hoor. God, wat een... Hey. Ja, hij pakt de helft van mijn neus weg. Kijk hoe die staat. Hij is van, ga jij maar voor, je hebt low health. Hij had echt 1 health nodig of zo van fall damage. Hoe kan dat... Hoe ging die zapper... Oh, wow. Yo. Oh. Wat de... Nee, echt. Oké, rustig, Rick. Rustig. Serieus. En andere mensen kunnen ook goed in zijn in TF2. Kom op. Oké, ik ben weer rustig. We gaan weer verder. Jee, kill. Goed zo, Rick. Goed zo. Positief blijven. Positief blijven. Sterf gewoon, minion NL. Goed zo. Sterf gewoon met je klote Neil Gun ding wat je ook hebt. Dat basic weapon van de medic, wat echt 1-punt wapen is. Wat? Oké, niks aan. Rustig. I broke... Holy shit. Ik... Dat... Rick, ik heb mezelf net verraden. Dat ga je even terugluisteren. Ik was... ik had sentries gezet. Toen backstabde ik een scout. Dan krijg ik het stemmetje van een scout en toen zei hij: I broke your stupid shit. Grit, nice. Of, terwijl ik. Oké, ik heb mijn team zo. Ik heb mijn eigen team gedaan. Hij is bijna dood. Oh, lekker. Ik ga wel nu eindelijk lekker. Kijk eens. Zag je de kill feed rechtsbovenin? Dat was ik. Trick steps. Oh, Tendelman is me geholpen. Dankjewel, man. Ik hoorde een medic met Ubercharge doodgaan. Nou, dat is toch alleen maar goed. Als onze medic is. Moet ik helpen of niet? Nee, het is Pompoenhoofd. Die ga ik zelf killen. Nice. Pompoenhoofd is dood. Ga je ook dood? Ja, door de burn. Dus hij is... Door Pompoenhoofd! Nee, maar omdat ik geschoten werd door een scout met een pistool door een low health kreeg. En toen dood burn. Hé, hey, ik hoor bij jullie. No. Nee, ik hoor niet bij jou. Oh, nee. Oké, ik ging eindelijk goed. Serieus, die medic, hè? Met die condoomhoofd. Ja. Kijk eens naar zijn profielfoto. God. Ik denk dat... Ik heb zo'n vermoeden dat hij dat ding bij elke klas op heeft. Het is ook zo'n bolletje op zijn hoofd, hè, nog. Ja. Oh, jee, je stilstaande scout is geheadshot. Dan moet je blij zijn als sniper. Goh. Ja, jongen. Zo, die condoom... Hey, Tendelman, je verraadt me. Ga weg. Oh, zit hier te medicen? Nee. Oké. Dit wordt de trickstep van de eeuw. Dit wordt de rocket jump van de wereld. Oh, nee. Oh, ja. Nou, bijna. Gaat hij me dood... Hij ging me stabben, toen blies ik mezelf op. Spice. Hoe lang is die respawn tijd? 18 seconden. In 18 seconden ben je echt al lang weer levend, toch? In het echt. Ja, misschien wel. Maar niemand weet dat. Oké. Nu dat is zo lang voordat je uit je hoede bent gekomen. Serieus, 18 seconden. Oké, we gaan weer naar leuke namen zoeken. Dat vind ik wel leuk. Ja, dat ga jij maar doen. Oké. Oké, iemand heet myself no skill. Oké. Holy shit, ik heb bijna mijn record van backstabs verbroken. Word ik gerandom crit door een pyro. En ik had niet dood gegaan, want dat ding doet heel weinig damage. Oh nee, het is pompoenhoofd wegrennen, Patrick.
Kom op, Rick. Ik ben bang. Oké, okay, rocketje. Hey, kijk, nee, je moet Pompoedo killen. Nee, deze kaart, deze. Nee, Pompoedo. Medic, medic me. Condoom, condoom, medic me. Oké, okay, het is de slechtste medic. Medic. Oké, okay, hij medic me toch nog wel. Hij heeft nog wat aan zijn condoomhoofd te danken. Ja, oké, okay, okay, waar ja, is Pompoedo? Er is een sniper daar. Pompoedo is echt eng, jongen. Oh shit, is het melkoppen. Oh, dat is een dirty pyro. Oh, ik als medic. Medic, medic, medic. Laat hier ergens een spijl op, volgens mij. Hé, hey, maar dat boeit mij niet. Daar word ik van. Oh, critical rocket! Ja, ik heb nog een kill. Ik zal eerst gaan kijken. Dat is echt zo'n no-look kill. Oh, nee, Pompoen ook! Ik heb hem headshot. Ik heb hem. Nice! Ik dominate hem. Ik word hem twee keer geheadshot. Dat is niet mijn ding. Ik headshot en daarna. Ik ben gebackstabbed, dus dit is spijl achter je. Oké. Okay. Ga maar mij spectaten. Ga maar spectaten. Oh, nee. Oh, dat is de rivaal. Dat is de buddy van Ik heb van wel Pompoen. De scout. Daar gaat het om. Nee! Hoe wist hij het? Holy shit, ze deden bijna de combo, zag je dat? Zag hoe ik het deed. Ik probeerde alsof hij dan naar beneden loopt en me niet mijn beste vuur bij kan. Dat wilde ik eigenlijk voor elkaar krijgen, maar dat ging nou ik denk net. Dat hij er dan nog bij had gekund. Ik had gewoon naar de helft moeten lopen, dan had ik hem waarschijnlijk gered. Ja, waarom deed ik Kijken nou... naar... Hey, Pompoen... Oh god, ik schrijf nu mis. Yo, Pompoenhoofd, headshot. Oké, okay, kijk naar onze derde speler. Kijk ze naar zijn naam. Ik kan hem niet eens uitspreken, daarom moet je er even naar kijken. Kus. Hoe doe je zo'n AMT? Kulspron-ga-R3N. Auw. Kut rocket jump. Waarom loopt de snap? Nice! Oei. We waren ook zoveel beter. Hier, is dat 2-1, dus officieel is dat het. Hey Rick, je hebt de hoogste kills-record gedaan, man. Je hebt 2 kills. Dat was alleen maar met mijn shotgun, dus. Alsnog. Goed gedaan. Ik heb de intelligence. Nou, oké. Okay. Yes, ik heb de intelligence. Bedankt voor het kijken naar. Just Playing Part 9. Like als jullie dit leuk vinden. Abonneer voor nog meer van zulke video's. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Venom.